Op dit kanaal hebben we het heel vaak over camera's, lenzen, lampen en microfoons. Maar hoe krijg je al die apparatuur met je mee naar de locatie waar je gaat filmen? Op zo'n manier dat het niet stuk gaat, dat je er zelf niet stuk aan gaat. Ja, in deze video gaan we het hebben over tassen. En ik mag wat weggeven. Hoi, ik ben Riske van de Videomakers. Op dit kanaal helpen we jou om een betere videomaker te worden. En dat doen we door superveel tips te geven over het maken van video hier op YouTube, op onze website, in onze artikelen, met onze online cursussen. Wil je daar meer van weten, ga dan zeker ook eventjes naar onze website, waar we gewoon hele toffe dingen hebben, zoals ook startersgidsen en een hele leuke nieuwsbrief. Word daar even lid van. En op dit kanaal hebben we dus allemaal video's over video, over hoe je het beter kunt doen, hoe je betere video's kunt maken. En in deze video gaan we het hebben over cameratassen. En dat lijkt dan een beetje een soort van gek onderwerp van hoe maakt dat me een betere filmmaker. Maar ik zou eigenlijk zeggen dat ook een cameratas belangrijk is voor het filmen. Omdat ik merk dat als je alles goed georganiseerd hebt tijdens een filmdag, dat ik dus mijn camera-spullen op een efficiënte manier bij me heb, zeg maar, en er op een efficiënte manier mee kan werken, draagt dat bij aan hoe goed ik kan werken op die dag en hoe mooie beelden ik kan maken en hoe makkelijk ik me bezig kan houden met bijvoorbeeld de mensen die ik voor de camera moet aansturen. Als ik zelf aan het rommelen ben met een cameratas die net niet de juiste tas is, dan kan dat ook afleiden. En daarom denk ik dat het goed is om ook na te denken over inderdaad je cameratas. Welke moet je hebben? Waarom gebruik je die tas in die situatie? Vind ik leuk om ook eens over te praten. En dan hebben we daarbij ook nog dus een heel leuke weggeefactie deze week. Daarvoor raad ik je aan om te blijven kijken tot het einde, want daar ga ik vertellen wat we gaan weggeven en ook wat je moet doen om te winnen. Nou, in deze video wil ik dus gewoon vooral een aantal tassen met je bespreken die ik heb. En de eerste die ik ga noemen is deze grote jongen. Dit is van het merk Think Tank. En ik heb deze ooit gekozen omdat hij dus niet zo heel erg eruit ziet als een cameratas. Dat is wel grappig, want we hebben het over cameratassen. En het eerste wat ik wil noemen is dat hij er niet uitziet als een cameratas. En dat is eigenlijk omdat, ja, je komt ook nog wel eens ergens waar je denkt, nou, ik vind het op zich wel prettig dat mensen niet doorhebben dat ik dure apparatuur bij me heb. En dat is natuurlijk een van de dingen waar het over gaat als je een cameratas gaat kopen. Het gaat erom dat je apparatuur veilig is. Niet alleen voor diefstal, maar ook dat je het veilig kan meenemen, dat het niet kapot gaat. En dit is een echte cameratas, maar ziet er niet zo uit. Ik vind hem zelfs echt best wel mooi. Ik vind het ontwerp echt best wel mooi. Dit is dus de Think Tank en dan is dit de Retrospective lijn. En van de Retrospective lijn hebben ze er een heleboel. Ik ga er nog even wat bij pakken. Namelijk, ik heb deze en ik heb dus nog eentje uit dezelfde lijn, namelijk deze. Die is iets kleiner. Dus dan is misschien meteen al de vraag, waarom heb je er dan twee? Nou, oké. Ik was begonnen met deze. Dit was mijn eerste en ik had deze gekocht ook omdat die zo groot was. Dat ik dacht, het is handig, dan kan ik veel dingen in meenemen. En ik vind een schoudertas fijn. Dit is dus een schoudertas. Ik zal hem even voor de duidelijkheid laten zien. En ik vind een schoudertas fijn omdat je dan tijdens het filmen of fotograferen kun je de hele tijd die tas bij je dragen. En heb je de hele tijd de andere spullen die je misschien wel nodig hebt, heb je de hele tijd bij de hand. Wat er ook nog fijn aan is, is dat je niet je tas ergens hoeft neer te zetten. En dat kan in sommige situaties vervelend zijn, omdat je dan het gevoel hebt dat je het uit het oog verliest. Zeker als je bijvoorbeeld midden in de stad fotografeert, dan zou ik dat niet zo graag doen. Omdat, ja, misschien wel iemand ermee vandoor gaat. Dat wil ik niet. Dus dan is het fijn dat je hem gewoon bij je kunt dragen. En in de tijd dat ik deze kocht, dacht ik, ik wil gewoon graag een schoudertas, omdat ik dat überhaupt fijn vind als soort tas. En je bent lekker, hè, je hebt hem als je hem om hebt hangen, heb je je spullen lekker bij de hand. Dus dat is gewoon super fijn. En laten we hem even een beetje beter bekijken. Hij heeft dus aan de binnenkant vakjes. Dat zie je heel vaak, hè, bij cameratassen, dat ze van die vakjes hebben met allemaal van die tussenstukken. Omdat je daardoor dus je lenzen goed erin kan doen. En zorgen dat ze niet te veel tegen elkaar aankomen. En dat vind ik dus heel fijn. Daarnaast heeft hij nog voorvakjes. Sorry, dit maakt herrie, hè, die klittenband. Hij heeft nog grote voorvakken en hij heeft hier nog meer binnenvakjes met allemaal meer nog vakjes. Het is echt een vakjeshemel. Hierachter nog een groot vak. Dus ik kan hier ook nog goed een laptop in meenemen bijvoorbeeld, wat heel fijn is. En ook aan de achterkant heeft hij nog een groot vak. Dus dat is super nice. En nu moet ik hem weer openmaken, dat maakt weer herrie. En dat is grappig, want ik kan je meteen dan vertellen over wat ik ook dus geniaal vind bij deze tas, is dat hij klittenband heeft, natuurlijk, waardoor die dicht gaat. Maar je kunt dat ook dicht doen. Dus ik kan het hier zo losmaken en dan dit dichtklappen, waardoor die niet meer plakt. Dus bijvoorbeeld in situaties waar je stil wilt zijn als videomaker en je hebt wel je tas bij je en ik wil er even wat uithalen, dat hij dan
stil is ook. Dat je niet doet terwijl je op een bruiloft staat waar iedereen stil is. Of zo. En ik heb dit volgens mij wel eens dus meegemaakt. Dat ik het dus, want je moet daar dus wel over nadenken hè, van tevoren. Dat je dus eventjes dit dicht maakt. Dat hij niet meer geluid maakt. En ik heb dus wel eens ergens gestaan. En ik weet niet meer of het nou een bruiloft was. Wat ik niet zo vaak en graag doe. Of een andere situatie waar ik dacht, oh, ik had dat moeten doen. Want ik wil nu mijn tas openmaken. En dat maakt herrie en ik heb dit niet van tevoren dichtgeplakt. Heeft hij zo'n functie? Denk ik er niet groter over na. Dat is natuurlijk jammer, hè? In elk geval, ik heb deze heel veel gebruikt. En op een gegeven moment vond ik hem toch te groot. En het grappige is, ik heb deze dus gekocht omdat hij zo lekker groot was. Maar hij is ook wel weer te groot. Snap je? Dus op sommige situaties vind ik hem dan, omdat ik hem dan ook vol stop met de apparatuur. Want zo ben ik dan ook wel, oeh, er is heel veel ruimte in die tas. Laat ik nog meer erin doen en meenemen, want dat is handig. Ja, je moet er ook de hele tijd mee slepen. En zeker als je dus op reis gaat of je gaat een hele dag filmen, fotograferen en je draagt hem echt bij je de hele tijd. Dan is hij ook groot en zwaar. Oeh, op een gegeven moment is dat ook heel vermoeiend. En ook nog, omdat hij zo groot is, is hij ook lomper. Dus als ik dan aan het fotograferen ben en ik moet me concentreren op een goed shot maken, kan hij ook wel weer zo zwaar worden dat ik daardoor minder lekker beweeg. Genoeg reden voor mij om te denken op een gegeven moment, oké, leuk deze, zo groot, maar ik ga een kleinere kopen. En toen heb ik dus weer zo'n think tank gekocht, omdat ik die gewoon een hele fijne tas vind. En ik moet zeggen, ik heb ze alle twee dus al meer dan 10 jaar heel veel gebruikt. Vooral deze heb ik echt veel mee op reis genomen ook. En echt, nou, er is echt nog niks aan kapot. Ze zijn echt super stevig. Ze zijn gewoon wat een beetje viezig hier en daar. You know, maar ze worden er gewoon cooler van eigenlijk nog. Deze heeft eigenlijk dezelfde functies als die ander. Ook hier kan ik het klittenband dichtplakken. En hij heeft dezelfde vakjes. En ook hier, het is allemaal gewoon net wat kleiner. Dus hij heeft wel hier ook ruimte om iets in te doen. Maar ik zou hier dan weer niet hier mijn laptop in doen. Die kan wel net hier achter in het vak. Maar het hangt een beetje vanaf hoe groot je laptop is of hij daarin past. En dat is natuurlijk wel, als je een kleinere tas hebt, op een gegeven moment past je laptop er misschien wel niet meer in. Maar ja, dat is dus typisch iets waar je over na moet denken. Wat heb je nodig? Wat wil je meenemen op die dag? Moet je je laptop meenemen? Nou, dan zou ik dan weer eerder voor die gaan, want daar kan dat makkelijker in. En ik neem deze dus nog steeds wel regelmatig mee. Alleen niet als ik op reis ga, want dan vind ik hem gewoon te log. Ik neem hem nu meer mee voor mijn, zeg maar, professionele klussen. En dan zeker op momenten dat ik echt meer apparatuur meeneem. Want ik heb natuurlijk heel veel apparatuur en soms hoef je maar 1 cameratas mee. Maar soms wil ik al mijn camera's mee en dan heb ik dus ook meer tassen nodig om dingen in mee te nemen. Dus dan gebruik ik deze zeker wel om ook andere tassen, camera's in mee te nemen. En wat ik ook wel eens gedaan heb, is hier mijn FS7 in meenemen. Want de FS7 die doe ik over het algemeen in een andere tas. Die ga ik nog zo laten zien. Maar er zijn momenten dat ik iets mobieler wil zijn en dat ik niet mijn grote cameratas wil meenemen. Want die is ook veel lomper en onhandiger. Dus dan is deze bijvoorbeeld heel handig. En hier past dus precies mijn FS7 in. Ik ga het je even laten zien. Kijk, want hier in het midden is dus dat vak met die vakjes. Maar die kun je ook losmaken. En dit is iets wat ik wel vaker zie bij cameratassen tegenwoordig. Dat je dat soort dingen dus los kunt maken, waardoor je hem ook zelf kunt indelen. Dus ik kan al die vakjes eruit halen, waardoor hij eigenlijk een heel groot binnenvak krijgt. En dan past dus gewoon mijn FS7 erin. Super handig. Dan moet ik hem wel een beetje uit elkaar halen, maar toch, het gaat. Dus dat vind ik wel geweldig. En dat past in deze, nou ja, laten we zeggen minder goed. Dus ja, het hangt echt net af van wat ik ga doen, wanneer ik welke tas meeneem. En zoals ik zei, je hebt dus deze in verschillende maten. En ik heb dus onlangs, zeg maar echt gisteren, ook nog deze aanwinst. Deze hebben we dan gekregen, moet ik je erbij zeggen, van Transcontinenta. Dat is de importeur van Think Tank. En dit is nog net een kleiner modelletje. En wat ik merk dus, dat zelfs deze me af en toe nog te groot is. Zeker als ik op reis ga of denk ik ga wat langer lopen, dan vind ik hem nog steeds soms wat groot en zwaar. En het kan fijn zijn als je denkt, ja, ik wil ook gewoon 3 lenzen mee. Dan is het wel handig. Maar soms wil ik gewoon net iets minder mee. En dan vind ik dit toch wel echt nog een handiger maatje eigenlijk. Is zet die groot even weg, we willen hem zien. Oké, ik haal deze even, deze unit, de rots, eventjes uit de weg. Ja. En dit is dus een nieuw modelletje, want het is een versie 2 van de Retrospective serie. Hij heeft dus bijvoorbeeld gaatjes aan de voorkant, waar ik niet precies de functie van weet. Maar verder heeft hij ook die dingen die je vast kunt maken. Dat is nu nog wat handiger gedaan, dat je nu hieronder zo wegschuiven in een vakje. Oké, ik zeg dat het handig is en volgens doe ik vet onhandig, dus dat is leuk. En ze hebben nog een extra flapje gemaakt, waardoor je ook het middenvak kunt dichtritsen. Dus ze hebben echt wel weer nagedacht. En dat, ik moet zeggen, dat vind ik heel leuk aan dit soort cameramerken, of nee, tassenmerken. Dat ze dus echt goed nadenken over wat je als filmmaker of als fotograaf nodig hebt.
zeg maar als je aan het werk bent. En dat ze daarvoor allemaal slimmigheidjes in die tassen bouwen. Dus dat vind ik heel tof. Over dit soort tassen. De volgende die ik wil noemen is geen schoudertas, maar een rugtas. En dat is eigenlijk omdat ik dus op een gegeven moment merkte dat ik toch die schoudertassen niet meer zo lekker vond. Zeker als ik er langer mee ging lopen, dus op filmdagen waar ik mobiel wilde zijn. Of op vakantie, als ik op reis ging. Dacht ik, ja, misschien wil ik toch liever een rugtas. Want dat je je zware gewicht op één schouder hangt, vond ik toch ook minder fijn. En ik heb er lang over getwijfeld, omdat ik ook merk dat ik juist die schoudertas fijn vind qua bereikbaarheid. Dat je heel makkelijk dingen kunt wisselen. Maar ik merkte toch dat ik ook, ja, dat het ook beter was waarschijnlijk voor mijn rug, zeg maar, om een rugtas te hebben. Omdat die gewoon het gewicht beter verdeelt. Dus toen heb ik de Peak Design rugtas gekocht. Deze. En ik moet zeggen, hij is nog steeds niet zo heel erg uitstraling cameratas. Dat ik wel fijn vind, maar wel een stuk meer dan de Think Tank tassen. Maar hij is zo top dat ik hem echt met je wil delen. En ik moet ook zeggen, ik zie hem heel veel. Dus bijvoorbeeld Tom, iemand met wie die ook wel eens op dit kanaal heeft gezien, die heeft hem ook, die heeft precies dezelfde. Dus cameramensen hebben hem best wel veel. En wat er nou zo fijn aan is, een van de dingen is dat hij gewoon goed op je rug zit. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk bij een rugtas, dat hij dus het gewicht goed verdeelt. En ondanks dat hij er eigenlijk meer cool uitziet dan dat hij is gemaakt voor ergonomisch comfort, zeg maar, zit hij echt goed. Dat verbaasde me echt. En hij heeft ook zo'n buikband. Dus dat zit dan hier soort van verborgen in zijn zijvakjes. Kun je nog zo'n buikband eruit trekken. En nog een band over de borst die je aan kunt doen. En als je dan hem op al die plekken vastmaakt, dan zit hij ook echt goed op je rug. Waar het gewicht dus echt goed door verdeeld wordt. En dat is best wel belangrijk met dit soort tassen. Nou, een van de dingen die ik fijn vond aan deze tas is dus ook dat ze net als de Think Tank, ze hebben echt goed nagedacht over het ontwerp van deze tas. Over wat je als cameramens nodig hebt. En wat ik fijn vind is dat die eigenlijk zijn belangrijkste, grootste vakken, die bereik je door de zijkanten open te doen. En dat is heel fijn, want als je hem dus op je rug hebt en je wil eventjes iets eruit halen. En wat ik zo fijn vind bij deze tas is dat ze aan de zijkant zitten. Nou, deze kun je makkelijk door hem eventjes op één schouder te doen. En je slingert hem zeg maar naar voren. Dan kun je dus heel makkelijk in het vak aan de zijkant. Waardoor het bijna een soort semi-schoudertas wordt. Wat ik heel handig vind. En je kunt ze aan beide kanten erbij. En dat je komt eigenlijk bij hetzelfde vak. Dus je kunt er zeg maar doorheen kijken. En dat is heel fijn. En hij heeft dus ook, zoals je ziet, hij heeft ook van die tussenschotjes. En net als bij de Think Tank tassen kun je die ook losmaken. Dus je kunt ze allemaal eruit halen. En ook hier past mijn FX6 camera in. Als ik ze allemaal eruit haal. En je kunt ze verplaatsen. Waardoor je precies kunt indelen zoals jij wil. Dus hier, ja, hier in dit vak doe ik dan bijvoorbeeld deze. Die past hier heel mooi zo in. En dan kan ik nog extra lenzen meenemen. Dus dat vind ik heel fijn. Dan heeft hij ook nog in zijn zijvakken heeft hij ook nog ritsjes. Waar dan achter weer slimme vakjes zitten. En aan deze kant ook. Een ander soort vakje. Oh, je ziet dat hier nog wat accu's rondslingeren. Hij is niet helemaal leeg deze. Ik gebruik deze dus nu heel veel. Omdat ik hem gewoon heel prettig vind. In de manier waarop die werkt. En hij heeft ook nog een bovenklep. Die je dus op verschillende punten kunt sluiten. Met een soort magnetische sluiting. Echt heel handig. En dan heb je hier nog een soort van het bovenvak. Die gewoon in dezelfde plek uitkomt als de zijvakken, zeg maar. Deze ook weer even dicht doen. Zo. En dan denk je dat je er al bent. Maar hij heeft ook nog aan de bovenkant een rits. En hierachter zit ten eerste een klein vakje waar je nog wat riemeltjes in kunt doen. Maar ook kun je hierachter je laptop in doen. Dus dat is ook echt super fijn dat er echt nog een eigen vak zit voor de laptop. Die dan ook echt direct tegen je rug aan zit als je hem draagt. Waardoor ook dat gewicht goed verdeeld is. Want alles weet hoe dichter het tegen je aan zit, hoe beter je het draagt. Zeg maar. Dus je wil eigenlijk je zwaarste dingen wil je tegen je aan. En ik merk dat als ik mijn laptop meeneem en ik ben met deze aan het werk, dan haal ik bijvoorbeeld mijn camera eruit. Dus dat gewicht is er dan uit. Maar dan zit mijn laptop er nog wel in terwijl ik hem draag. Dus dan is het best wel fijn dat hij gewoon goed dicht tegen je rug aan zit. Waardoor het gewicht het beste verdeeld is. Ja, en hij heeft nog vakjes aan de zijkant. Waar ik dan bijvoorbeeld een flesje water in doe. Ik vind dan ook fijn dat hij niet in het hoofdvak zit. Dat het over mijn camera kan lekken als het niet goed gaat.
En wat valt er nog meer op te zeggen? Nou ja, tenslotte heeft hij hier nog een slim vakje waar je nog friebels uit kunt halen. Dus ik... Kijk op friebels. Ja joh, het is geweldig. En dan merk ik dus, hier doe ik dus bijvoorbeeld wel eens mijn jas of zo. Dan doe ik die gewoon aan de voorkant en dan kun je dit vastmaken. Waardoor je nog wat extra dingen eraan kan hangen. Dus ja, echt goed over nagedacht. En ook echt een goede stevige tas dit. Ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb, maar ik heb hem nu ook al best wel weer een tijdje. Ja, ik zou zeggen misschien 8 jaar of zo. En hij is ook nog echt heel goed. Er is helemaal niks nog aan kapot, dus ik ben echt dolblij met deze Peak Design tas. En ik moet zeggen dat hij dus nu, als ik op reis ga of moet lopen en filmen en fotograferen, dat ik vaker deze nu meeneem dan mijn Think Tank tassen. Maar dat komt gewoon door mijn persoonlijke voorkeur nu op dit moment voor rugtassen. Dus ja... Het is niet dat een rugtas per se beter is. Het is gewoon net wat vind je fijn. En op dit moment wil ik gewoon liever rugtassen dan schoudertassen. Maar ja, er zijn ook dus filmsituaties waar ik alles meeneem. Omdat ik gewoon veel spullen moet meenemen. De volgende die ik je wil noemen is mijn grote cameratas. Dus dat is nogal een grote jongen. Ik ga hem er even bij pakken. En hij is zwaar ook nog, want er zitten ook nog spullen in. En hij is niet eens vol, want de camera die er normaal in zit, staat daar. Dit is een tas van het merk Orca. Ja, Orca. Wat vinden we, of was het nou Oka? Nou ja, Orca. En die is me ooit aangeraden ook bij fotowinkel Niveau Schweizer. Die trouwens al mijn tassen hebben aangeraden aan me. Zij zijn echt wel... Zij verkopen me alle tassen. En dit is de tas die ik echt al jaren gebruik. Eerst voor mijn Sony FS7 en daarna voor mijn Sony FX6 die ik nu heb. Omdat ik het gewoon een fijn maatje vind. Hoewel het dus niet een tas is die ik meeneem als ik denk ik wil mobiel zijn. Want... Ja, je ziet het al aan hem. Hij is heel groot en onhandig. En als ik hem volstop met spullen, wat ik graag doe, dan is hij ook zwaar. Ik zal hem even openmaken voor je. Hij heeft ten eerste een klep waar je nog dingetjes in kunt doen. Altijd fijn. En ik wil hem eventjes een soort van naar je toe keren. Maar dan zonder dat de spullen eruit vallen. Laten we er een beetje in kijken. Nou, deze heeft dus ook vakjes, zoals je ziet. Waar ik nog een extra lens in heb. En een viewfinder. En hier een leeg zakje van mijn koptelefoon. Nog een microfoon. En nou ja, nog wat rommeltjes. Dus eigenlijk best wel een groot open vak. Waar dan hier dus de FX6 in gaat op dit moment. Wat heel leuk is bij deze is dat hij een lampje heeft ingebouwd. Ik weet niet of ik je dat kan laten zien. Wat? Een lampje ingebouwd? Zie je het een beetje hier, dit? Ja. Dit is een lampje en ja, ik moet zeggen, hij doet het niet meer. Maar ik heb deze tas dus ook al echt 9 jaar. Dus inmiddels is de batterij leeg. Nou, dat is natuurlijk geen shocker. Maar goed, ik kan wel hier het batterijtje vervangen. Dat heb ik alleen nooit gedaan. Maar in donkere situaties kan het best handig zijn om hier gewoon een ledlampje ingebouwd te hebben. Super cool. En verder is het echt een goede stevige tas. De zijkanten zijn echt best wel hard. Dus dat vind ik heel fijn, want dat maakt dat je tas, dat je camera die erin zit, dus echt goed beschermd is. En ik hem ook goed erin durf mee te nemen. En verder, ja, hij sluit dus af met een rits, die ik heel vaak niet dicht doe, moet ik je eerlijk zeggen. En dit systeem, dat je hem zo tilt. En hij heeft nog vakjes aan de zijkant, die ik niet zoveel gebruik. Er zit een soort, hier zit volgens mij een reserve XLR-kabel in. Ja. Die ik dan eigenlijk alleen gebruik als ik hem toevallig een keer nodig heb. En hij heeft wel, hij heeft een, hoe heet het, zo'n band. Dat je hem zeg maar aan je schouder kan dragen. Wat je nooit wil doen, want dat is veel te zwaar. Maar die is gebroken op een gegeven moment. Dus dat is wel jammer dat die kapot gegaan is. En nou ja, ik zou er weer een nieuwe aan kunnen hangen. Maar ik gebruik die schouderband dus toch niet echt. Dus ik heb hem er gewoon afgelaten. Die Orca-tas die ik je net liet zien is natuurlijk echt een hele grote tas. Maar die neem ik wel eigenlijk op, laten we zeggen, 80% van mijn filmdagen gaat die mee. Omdat dat gewoon de standaard tas is waar ik mijn FX6 in heb. En ik het gewoon een goede tas vind. Maar goed, ik gebruik dan een karretje meestal om de dingen op te zetten en nog wat andere filmapparatuur. Dus het is niet een superhandige mobiele tas, wat deze andere tassen wel zijn. Wat ik dan vaak heb, is dat ik tijdens de filmdag... Nou ja, dan haal je je camera eruit, dan ga je aan het werk. En soms wil je tijdens de filmdag, lopen we even naar buiten om buiten een paar shots te maken. En dan denk ik altijd, ja, als je even naar buiten loopt, moet je wel nog even net wat dingetjes meenemen die je tijdens het buiten filmen misschien wel nodig hebt. Een andere lens, een extra accu, een extra kaart, een lenspoetsdoekje en zo. Nou, daar gebruik ik dan vaak
dit tasje voor. Dus die neem ik dan ook nog mee op een filmdag. Om dan tijdens de filmdag daar eventjes wat spullen in te kunnen doen. Om die tijdens het film nog mee te nemen. Bovendien is het eigenlijk best wel een lekker fijn klein tasje. Als ik denk ik wil niet zoveel mee. Want deze past er ook gewoon in. Ik ga eigenlijk even de lensdop erop doen. Hè? Voordat ik hem met zijn lens naar voren erin steek. Zo. Zie? En dan kan hij, nou ja, net dicht. Ik zal hem je even nog laten zien. Kijk, hij heeft één vakje. Maar ik moet zeggen, hij heeft eigenlijk gewoon een klittenband binnenkant. Waardoor je meer vakjes kunt maken of minder, net wat je wilt. Dus eigenlijk een heel simpel tasje. En hij heeft hier nog een vakje aan de zijkant en aan de voorkant nog wat dingetjes. Dus ik heb hem ook wel eens gebruikt als ik alleen deze wilde meenemen. Omdat die gewoon toch wel lekker handig klein is. En soms wil je dat gewoon. En ik moet zeggen, toen had ik dus nog niet die allerkleinste van ThinkTank. Want die had ik nog niet. Dus dan gebruikte ik vaak deze daarvoor. Dus ook die vind ik echt wel heel handig op momenten. En hij is dus nu leeg, omdat ik hem eigenlijk meestal ook leeg meeneem. Omdat ik hem tijdens een filmdag dan nog wil gebruiken op het moment dat ik hem nodig heb. En als we het dan over kleine tasjes hebben, dan wil ik er nog eentje noemen. Deze. Dit is een typisch cameratasje wat je wel vaker voorbij ziet komen van Le Pro. Ik weet eigenlijk niet hoe het uitspreekt. Le Pro. Dat klinkt heel lomp. En het heeft de vorm van een camera, zeg maar. Dus een lens die je naar voren erin steekt. Verder heeft het aan de binnenkant maar één vak. Dus het is gewoon zo. En eigenlijk is het heel handig. Want je hoeft er dus alleen maar je camera met de lens in te steken. Maar wat ik dus lastig vind aan deze is dat deze past er dus alweer niet in. Want tenminste niet met deze lens. Dat is te groot. En je hebt dus ook wel grotere hiervoor. Maar met dit soort tasjes loop je snel tegen de limieten aan van het tasje. Dat die gewoon dus te klein is. Bovendien kun je bijna niks anders meenemen. En op momenten dat je niks anders wil meenemen is dat op zich prima. Maar er zijn veel momenten dat ik denk ja, maar dit en nog een lens. Of nog twee accu's of weet ik veel. En bij deze bijvoorbeeld en bij die nieuwe van ThinkTank heb ik net iets meer ruimte om nog wat extra friemeltjes mee te nemen. Want dat wil ik gewoon altijd. Ik wil altijd extra friemeltjes mee. En met deze kan dat gewoon bijna niet. Maar goed, ik heb hem wel nog steeds, want er zijn momenten dat ik dat toch handig vind om eventjes alleen dat mee te nemen. Of wat ik ook nog wel eens doe, is hier iets in doen wat ik dan weer in een grotere tas doe. Omdat je dan hem kunt gebruiken om de spullen nog wat beter te beschermen eigenlijk. Ja, verder is het wel een goede kwaliteit tas. Leuwepreu, ik weet nou maar niet hoe je het uitspreekt. Leuwepreu is wel ook een goed cameratassenmerk op zich. Dus kan ik je zeker wel aanraden. Oh, als laatste over deze. Deze heeft natuurlijk wel ook een schouderband. Maar ik weet niet wat er gebeurt met al die schouderbanden bij mij. Maar heel vaak gaan ze eraf op een gegeven moment. Omdat ik ze ergens anders aan doe of zo. In elk geval, hier kun je natuurlijk een schouderband aan doen. Dat je hem gewoon zo op je heup kunt dragen. Dus dat is logisch. Nou, dan heb ik er nog één over die ik je wil laten zien. En dat is de allergrootste. Dus hoe gaan we dat eens even doen? Een beetje naar achter. Deze. Dit is een trolley. Zoals je ziet. Dus dat is super handig, omdat je dan hem kunt rollen. En je zou zeggen, dat wil je toch eigenlijk altijd? Want ook bij die andere grote, dit is ook Orca trouwens, hetzelfde merk. Je wilt toch eigenlijk altijd je cameratas rollen? Ja, op zich wel. Maar wat ik aan deze in feite onhandig vind, waarom ik hem niet als dagelijkse tas gebruik, is omdat hij de manier waarop hij zeg maar open gaat. En de manier waarop ik hem indeel, vind ik hem weer niet super handig. Maar ik heb deze dus gebruikt toen Grietje en ik naar Afrika gingen, naar Benin, om te filmen voor The Hunger Project. Toen had ik deze bij me, omdat hij dus goed in het vliegtuig mee kan. En je er lange stukken over mee moet lopen op het vliegveld, dan is het wel fijn dat hij wieltjes heeft. En op zo'n moment neem ik dan weer niet mijn camerakarretje mee, want dat is ook weer niet handig. Dus daarvoor is hij zeker fijn. Ik zal hem even openmaken. En net wat je zou verwachten, heeft deze natuurlijk ook pakjes aan de binnenkant. En ook hier kun je dat zelf bouwen. Dus de hele binnenkant is eigenlijk van dat materiaal waar klittenband op pakt. Dus al die pakjes die zijn allemaal met klittenband aan elkaar gemaakt. En je ziet hier dat ik zelfs ook nog een ander dingetje ertussen heb gedaan die uit een andere tas komt waarschijnlijk. Om zelf echt iets te bouwen zoals ik het handig vind. En dit soort dingen zitten er ook nog bij. En ook die kun je zelf indelen. Om je camera vast te houden bijvoorbeeld. En ik vond het dus echt een hele fijne tas voor op reis.
Maar ik merk dat ik hem verder inderdaad niet gebruik. Dus dat ik hem echt alleen maar gebruik als ik ga vliegen met mijn grote camera. Dat ik dan deze meeneem. Nou, dat waren eigenlijk de cameratassen die ik je nu wilde laten zien. Maar dan hebben we nu nog één ding op de agenda. Namelijk een weggeefactie. Ik heb dus laatst contact gehad met de importeur van Thinktank en Peak Design. Die doen alle twee die merken. En ik vroeg aan hen, is er nou niet iets leuks wat we kunnen weggeven voor onze kijkers? En toen zeiden ze, nou, we hebben wel iets heel leuks. Dat is nieuw van Thinktank. En dat zijn deze pouches. En die zijn super handig. Want zoals je net al zag, je hebt heel veel cameratassen met van die grote vakken. En kijk, je hebt naast je camera en je lens natuurlijk altijd kleine friemeltjes die je moet meenemen. Accu's, kaartjes, snoertjes, dingetjes, schroefjes, whatever. En dit soort tasjes, die zijn dus eigenlijk gemaakt om al die friemeltjes beter in te organiseren, zodat ze niet los door je cameratas vliegen. Ik zal er eens even eentje openmaken. Kijk, ze hebben er een plaatje bij gedaan, zodat je ook iets kunt voorstellen bij wat je erin zou doen. Wat is dat? Een lichtmeter. Misschien neem je wel een lichtmeter mee op pad. Oh, en een zakdoek. En natuurlijk je Stanley mes en zo. Oh, en een mondharmonica. Deze is heel specifiek ingedeeld. Specifiek voor mensen met een mondharmonica. Superleuk. Maar hij heeft dus allemaal vakjes en ritsjes en dingetjes en elastiekjes om dingen onder te doen. Ik vind het echt mega handig dit. En waarom heb ik dit eigenlijk nog niet? Ja, waarom niet aan mezelf weggeven, Riske? Nee, ja, ik moet zeggen dat toen ik het uitpakte, dacht ik ook, oh, ik wil dit ook hebben. Super nice. En het voelt echt super stevig. Ik vind het mooi spul dit. En blijkbaar is het nieuw. Dus deze gaan we weggeven. Een setje van 3. Dus mocht jij nou denken, och ja, ik heb altijd een rotzooi in mijn cameratas. En dit kan ik wel gebruiken om het goed beter mee te organiseren. Dan kun je die winnen bij ons. En hoe kun je die winnen? Nou, twee dingen eigenlijk. Nee, eigenlijk maar één ding. Reageer op deze video. Reageer op deze video en vertel ons over jouw cameratassen. Wat voor tassen gebruik jij? Waarom kies je voor die? En waarom kun jij dit setje heel goed gebruiken? Zijn we benieuwd naar. En verder vinden we het natuurlijk ook heel leuk als je even lid wordt van onze nieuwsbrief. Want dat is gewoon vet gezellig. We delen daar ook nog heel veel goede tips. Soms komen daar nieuwtjes over onze ontwikkelingen van ons platform als eerste voorbij. Dus word zeker even lid van onze nieuwsbrief. Vind ik heel leuk. Maar het belangrijkste is dat je gewoon even reageert op deze video en ons vertelt waarom je dit wil hebben. Nou, ik ben benieuwd. Leuk. Oh, en de winactie loopt 1 week. Dus na een week zullen we dan de winactie sluiten. En hieronder in de beschrijving vind je sowieso alle uitleg over hoe de winactie werkt. Wat de regels officieel allemaal zijn. Lees vooral eventjes de voorwaarden hieronder. En doe vooral mee. Leuk. En nou, voor nu zeg ik dan dankjewel voor het kijken. En tot de volgende.